Hallo, ik ben Sebastiaan en dit is weer een Hallo Thuis nieuwsflits. Vandaag gaan we het hebben over Black Friday. Dat doe ik niet alleen, maar met... Gea. Hey Gea, wat leuk dat je er bent. Ik vind het ook heel leuk dat ik er weer ben. En we gaan het hebben over Black Friday. Mm-hmm. Weet jij wel wat het is? Nou, het betekent echt gewoon Zwarte Vrijdag. Maar wat het precies betekent, weet ik niet. Weet jij dat? Het is namelijk overgewaaid vanuit Amerika. Mm-hmm. En dat is een traditie dat na de nationale feestdag Thanksgiving, dat mensen gaan shoppen. Want dan is alles dus goedkoper. Want de bedrijven gooien het allemaal in de aanbieding, want iedereen wil gaan shoppen. Oké. Okay. Je hebt er dus wel eens van gehoord, maar is het dan echt nieuw in Nederland? Nou, voor mij bestaat het al een paar jaar. Maar ik denk het wel, ja. Is het alleen op vrijdag? Nee, ik hoor het eigenlijk al de hele week. Dus ik denk dat het dan de hele week al is. Want ik hoor steeds meer mensen, als ik aan het bellen ben, ik zeg, ik kijk nog even op sites. Dus daarom dacht ik van, het zou de hele week al zijn. En moet je dan naar de eerste, de beste site gaan die je tegenkomt? Nou, ik heb gehoord dat je beter naar meerdere sites kan kijken. Omdat er vaak ook meerdere kortings op andere sites kunnen zijn. Dus als ik dan op Zalando een leuk shirtje, een leuk Mickey Mouse trui zie. En ik zie bij H&M ook. Dat hij daar goedkoper zou kunnen zijn. Dat zou zeker kunnen, ja. Waarom is het dan goed om alsnog te wachten tot als het vrijdag is? Omdat er dan nog hogere kortingen zijn. Ik hoorde ook wel eens dat er dan soms nep-aanbiedingen zijn. Dat klopt. Soms verhogen de winkels de prijzen en dan verlagen ze ze weer. Omdat dan mensen dan denken dat het goedkoper is. En dan betalen ze uiteindelijk gewoon dezelfde prijs. Dat klopt. Is het dan dit jaar anders dan andere jaren? Nou, dit jaar doen ze het veel online. Maar doe jij veel aan... koop jij veel aan spullen? Nou, ik ben... denk dat ik meer een Hollander ben. Gewoon kijken en dan uiteindelijk maar niet kopen. Okay. En jij? Ik heb nog nooit wat bij Black Friday gekocht. Jullie kijkers misschien wel. Geef dan een reactie in het reactiegedeelte. Ja, dat zou leuk zijn. Dan kijken we of we daar wat horen van jou. Misschien de tips waar tips welke sites we moeten gaan kijken. Ja. Nou, bedankt voor het komen. Geen dank, jij ook. En een fijne reis naar huis. Dankjewel. Dit was een nieuwsflits. Bedankt voor het kijken. Vergeet je geen reactie achter te laten hieronder in de reactiebalk. En een duimpje omhoog is altijd leuk. Ahoy!